Hey, hallo allemaal. Gaat het ook zo goed met jullie? Hier gaat het allemaal prima hoor. Ik zit in mijn nieuwe woning. Ik moet even wennen aan de omgevingsgeluid. Ik zit tegenover een islamitische basisschool. Ibn Sina. De Erasmus van Arabië. Zo is mij verteld. Dus de Erasmusschool. En de kinderen die kunnen krijgen. Maar vind ik niet zo erg. En die straat waaraan ik woon, ik heb geen voortuin. Dat is een smal stoepje en dan beginnen de klinkers. Dat is ook een smal straatje. En het is wel de straat waar via de Albert Heijn wordt bevoorraad. Dus de Albert Heijn die een wagen cirkelgoed heeft voorbij komen. Voor die hele grote Joegersen. En de Prezero, dus de afvalverwerking om de rotzooi weer mee naar buiten te nemen. Die komt hier ook langs. Ik zit in Klaren van Arnhem. En ik woon er nog maar net. En mijn woning begint een beetje. Dat ik denk van ja, nou kan. Dus ik ben happy. En ik heb een tuintje. En ik heb krokusjes in mijn tuin. Of iets wat erop lijkt. Ieder geval blommetjes. Vind ik ook wel leuk. En nou maar wachten op de lente. Het is nu 16 februari, woensdag 2022. Ik wil het met jullie even hebben over het Forum voor Democratie. En de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. En er is naar aanleiding van een artikel, en dat heb ik gevonden op de website, en die heet nieuwrechts.nl. En het artikel is van vandaag. En dat luidt: lokale fracties VVD en CDA negeren partijleiders en weigeren PVV en FVD, dus Partij voor de Vrijheid en het Forum voor Democratie, uit te sluiten. Snap je deze? Ja. Dus de lokale fracties, want de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Hè? En dan willen ze dan van bovenaf tegen de lokale fracties gaan zeggen: ja, je mag niet met de mensen van de PVV en de FVD, dat mag niet hoor, want het is niet goed. Het. Nou, dat ligt toch een beetje aan de personen, dacht ik, hè, op het lokale niveau. Als ze voelen hem wel hangen. Want het Forum voor Democratie is de grootste ledenpartij van Nederland. En om lid te worden van het Forum, ik heb het ook even bekeken, ik denk dat ik het ook ga doen, by the way. Dat kost je €25 per jaar. Dat is voor mij wat te doen hoor. Ik ben buurtconciërge en ja, ik heb in principe een vast inkomen tot het einde van het jaar. Ja, of ik krijg dan WW. En uiteindelijk bijstand. Of de gemeente denkt van ja, hij komt uiteindelijk toch in de bijstand. Dus ja, laten we maar. En dan ga ik maar wat anders doen. Buurtconciërge trouwens is best een goede functie. Is wel iets wat, het ligt een beetje aan de wijk. Maar hier in Klarendal is dat. Net veel laagbouw, veel mensen op straat, ook ja, een gezellige atmosfeer. En die gezellige atmosfeer trekt ook mensen aan van moeilijk verstaanbaar gedrag. En mensen die vaak jonge mensen en die hangen maar rond op straat. En gooien bierblikjes in de boomspiegels. Zelfs gebruikte injectiespuitentoestanden liggen in de bosjes. Terwijl je toch zou denken dat tegenwoordig iedereen aan de GHB zit en het lachgas. Maar kennelijk zijn er ook nog van die echte ouderwetse old school drugs abusers. Nou ja, een ding als geluidsoverlast. Uit de hand gelopen gezinssituaties. En hondenpoep, niet te vergeten. En graffiti.
En wij hebben ook een wijk onder onze hoede. En dat is de Vogelwijk, zo heet die. Ja, daar is nooit wat aan de hand. Het zijn allemaal hele mooie woningen met een carport, met twee auto's op dat grind. Ja, daar is ja, af en toe. Uitzonderlijk. We hebben er nu een geintje op de Zwaluwstraat, dat is natuurlijk in de Vogelwijk. En daar is een boom op twee auto's gevallen. Die ene auto was totaal los en die andere auto kan waarschijnlijk gerepareerd worden. En dan ligt al die rotzooi, die ligt er nog, met al dat groenafval. En contact gehad met de gemeente. En de gemeente heeft, dat is Chris nou. En Chris heeft gezegd, ja, we weten het. Maar de verzekeringsmaatschappij moet nog komen kijken. En als de verzekeringsmaatschappij langs geweest is, dan kunnen wij het groenafval gaan opruimen. Oké. Nou, vandaag gezien dat het nog steeds niet opgeruimd is. Dat wil zeggen, de verzekeringsmaatschappij is nog steeds niet langsgekomen. Het zijn maar kleine dingetjes natuurlijk. En wij lossen ze op. We houden ze in de gaten. Dus ik denk dat mijn inkomen wel geramd zit tot aan mijn pensioen. En mijn gezondheid is goed. Dus ik zou €25 per jaar makkelijk moeten kunnen betalen voor een lidmaatschap van het Forum voor Democratie. En de reden waarom ik dat zo'n goede partij vind, is dat ze inzien dat dingen als stikstofdioxideproblemen en koolstofdioxideproblemen en zwaveldioxideproblemen en wat is het weer, CFK's, chlorofluorkoolwaterstoffen, problemen, ozon. Nee, die komt in de vorm, die herken je. Ozon, no, dan gaan de zeebeven dood. Dat is allemaal onze. Lariekoek is het. Het is zulke lariekoek. Het is zo ontzettend onzinnig dat je er niks tegenin weet te brengen. Nee, allemaal van die. Het is 11:42 en het is nu geen tijd meer voor discussie. Het is nu tijd voor extra belasting. Want een milieuprobleem vertaalt zich altijd van. Nou, en hebben wij over vergaderd, hè? En we dachten dus. En belasting van iets van 100 miljard. En nou, dan zijn we eruit. Dat heet maffia. Afpersing is het. En het Forum voor Democratie staat daarbij stil. En het Forum voor Democratie, Gideon van Meijeren met name, en Freek Jansen dacht ik ook, en die spreken over tribunalen. En zo wordt het ook. Iemand als Hugo de Jonge, die hoort achter de tralies. Net als Abgrapperoos. En Mark Rutte. Een minimaal kapitaal afnemen. Mark Rutte gaat me ook lekker een sociale woningbouwproject betrekken met zijn nieuwe vriendin. Vrouw, sorry. Zo'n leuk woningje van €650 in de maand. Tussen het volk. Misschien is dat al straf genoeg. Dat de hele buurt geïnformeerd wordt van er komt een serie crimineel bij jullie wonen. Hij heet Ab Grapperhaus en hij ziet er zo uit. Pas op, hij woont op nummer 78C. Dan zal hem wel leren. Om een volk van bijna 20 miljoen mensen te onderdrukken. En het Forum voor Democratie is de enige partij die dat. En de PVV een beetje. De BBB met Caroline. Snap ik ook niet, maar goed. Ik heet gewoon Perry. Nee, Perry! It's Perry! Mind you, it's American! Nou goed, maar bij haar moet je Caroline zeggen, maar dat staat toch Caroline? Nou ja, goed. Ijdelheid, hè? Maakt mij niet zo gek wel uit hoe je mij noemt. Nou goed, die Caroline van de Plas. Ja.
Doe mij het Forum voor Democratie maar. En wat ik ook super gaaf vind aan die partij is dat ze stilstaan bij het feit dat hier in Nederland wordt er kinderporno geproduceerd in een mate om je kapot voor te schamen. 70% van de kinderporno, en dat is geen porno voor kinderen, nee, het is porno voor bejaarde mannen. Doei kinderen. Te misbruiken. En het Forum, die wil dan, zullen we dit een keer gaan onderzoeken? En dan een tegenstander ze krijgen, jongen. Volksopruiers, complottheoristen, trendzoekers. Het is verdorie de eerste partij in Nederland die het aan de orde stelt. Maar natuurlijk zijn het anti... anti-homo's, antisemieten, anti-transgenders, anti-vrouwen, anti-anti, en ze zijn ook nog fascistisch. Want ze stellen seksueel kindermisbruik aan de orde. Nou, zo gaan we niet praten met elkaar, mevrouw de voorzitter. Ik vind het uitgangspunt volkomen fout. Nou, het FVD is ook degene die gevraagd heeft aan Hugo de Jonge, dacht ik, van... Goh, mogen wij die coronacijfers van die ziekenhuizen nou eens een keer zien? Ja, men brult mij, de ziekenhuizen liggen helemaal vol met coronapatiënten. Of ongevaccineerden, ongevaccineerden. Mogen wij dat even zien? En dan is het antwoord nee. Want je moet ons vertrouwen. Of je door zoiets te vragen, ondermijn je het vertrouwen dat de bevolking heeft in het RIVM. En dat de bevolking het vertrouwen heeft in het RIVM is noodzakelijk voor het overleven van deze crisis. Welke crisis? Oh, van de maatregelen. Het enige dat ik als kritiek heb, of nou zijn twee punten. Het eerste punt is dat, ja, Thierry Baudet heeft, die heeft tranen in de ogen gekregen tijdens een interview of groepsgesprek bij Jinek of zo. Nou, hij werd ook ongenadig gepakt. Maar dat hij zich laat pakken. Ja, dat zit dus niet goed. En dat geldt ook voor de mensen die zich persoonlijk aangevallen voelen in de Tweede Kamer en dan een stem gaan verheffen. Dat hoort ook niet. Dat is niet professioneel. Het is menselijk. Het is een kritiek. Op een partij als de VVD, en mijn enige kritiek is dat die partij nog überhaupt bestaat. Ik heb daar werkelijk geen verbeterpunt aan. De CDA ook niet en de ChristenUnie al helemaal niet. We kunnen de ChristenUnie beter de Satansunie noemen. Stel ik je volksmisleiders. Die aanslagen van 11 september, dat was een operatie geregeld vanuit Amerika. Dat daar buitenlandse partijen bij betrokken waren, dat is onbewust. Maar de organisatie was vanuit Amerika. En zoals George Rooney, die was de Amerikaanse ambassadeur bij het Vaticaan, the American ambassador to the Vatican, die heeft een soort, moet ik zeggen, een verslag geschreven
met een partiële biografie. Want hoe was het voor mij dat ik een ambassadeur werd bij het Vaticaan? Nou, dat is interessant, jongen. Oh, het was interessant. Dat boek heet The Global Vatican. Het is niet goedkoop. Het is mij te duur. En dat boek, dat is voorgelezen door Tom Fraas. En dat schrijf je Tom, net als Tom, Tom Poes. En dan Fries, met dubbel S. Een Fries van Friesland. Niet Fries van Frieskist, maar Fries van Friesland. Dus met een F van... En daarin schrijft George Rooney. En hij is daadwerkelijk ambassadeur geweest, hè? Namens de Verenigde Staten bij als in het Vaticaan. En Vaticaanstad is een staat. Met een eigen munt, eigen gevangenissen, een eigen rechtssysteem en alles. De Vaticaanstad is een van de weinige landen, ik dacht het enige land in Europa... waarin als je seks hebt met... dat ik seks mag hebben met mensen van 12 jaar en ouder. Maakt niet uit hoe oud je bent. Als je 95 bent en er is iemand van 12 en die wil je wel even pijpen of in zijn bibs gepakt worden, dan is dat korting. Als diegene maar zegt, ja, ik wil het mezelf. Ja, dat ik even weet wat voor vlees je in de kuip hebt als je spreekt over het Vaticaan. En met mensen als Gideon van Meijer en Freek Jansen en Pepijn van Houwelingen en ook Thierry Baudet. Ja, ik zou graag een keer met die jongens willen spreken over... Nou, misschien ook wel de lichaamshouding, alhoewel... Nou, dat zie ik niet het grootste punt. Het is het woordgebruik. Het komt zo vaak voor dat iemand van het Forum voor Democratie een vraag stelt aan een minister of een staatssecretaris of whatever. Of dan stel je bijvoorbeeld een vraag van, is het morgen lekker weer? En dat dan als antwoord komt, wat is lekker weer? Wat we wel kunnen stellen, morgen is het weer. Of het lekker is, ja, dat is persoonlijke perceptie. Ja, dat vroegen we niet. We vroegen, wordt het morgen lekker weer? En wat lekker weer is, dat het hangt een beetje af van het seizoen, maar dat weten we toch allemaal. Dan hoeven we niet een of ander taalkundig antwoord van ik geef een antwoord en het lijkt op een antwoord op de vraag en het is helemaal geen antwoord op de vraag. En dan worden die mensen van het Forum voor Democratie, die niet alleen, maar ook Fleur Agema en zelfs Atje Kuiken. En waar is die ook alweer van? En dan moet mevrouw de voorzitter, ik heb geen antwoord gekregen. En dan gaan ze dezelfde vraag nog een keer stellen. Dat moeten ze helemaal niet doen. Je stelt een vraag aan die minister. En dan moet je van tevoren met je team gaan overleggen wat mogelijke antwoorden gaan worden. Want ze gaan de vraag niet beantwoorden. En wat zullen ze kiezen? Nou, dan neem je iemand als Igor van Kaam erbij. Een NLP-vent, of mij erbij. Even van tevoren gaan we, hoe heet dat ook alweer, sparren. En het enige wat je doet, is als je merkt dat je geen antwoord krijgt, is dat je kort samenvat. Je stelt als eerste, dit is geen antwoord op mijn vraag. Want, ik vroeg, en de woorden die uitgesproken zijn, geven daar helemaal geen invulling aan. Dus mijn vraag wordt genegeerd. Klaar. Waarvan akte?
En dat je het bijhoudt. En dat je na verloop van tijd dat je er een kamerstuk van maakt. Zeggen we, nou, we hebben de afgelopen tijd 67 vragen gesteld en we krijgen helemaal geen antwoord. En op deze manier stellen wij helemaal geen vragen meer. Want je krijgt toch geen antwoord. Of je gaat er juist vanuit. En je zegt, nou, kijk, we krijgen geen antwoord, hè? Maar we stellen wel de leuke vragen. In plaats van een vraag als, vindt het kabinet ook dat de coronamaatregelen beter afgestemd moeten worden op de kwaliteit en normen en waarden van de samenleving? Want daar kan je alle kanten mee op. Nee, je moet concrete vragen blijven stellen en je van tevoren van uitgaan dat je geen antwoord krijgt. Je moet het spel gaan spelen. En bij wijze van spreken moet iemand als Ted Troost, als hij nog leeft, die haptonoom, die ging destijds mee met het Nederlands elftal naar de Europese voetbalkampioenschappen in Italië. In die tijden van Dennis Bergkamp. En dan kregen al die voetballers die dat wilden, die kregen haptonomische behandeling. Een soort sportmassage, maar dan anders. Ik weet wat het is. Het is heel emotioneel. Ja, goed te eten. Dat ze... Ja, dat iemand... Neem Gideon. Gideon van Meijeren. Gideon van Meijeren, die moet achter de kansel. Heeft de leuke Vera Bergkamp met de grappige kapsel. En dan zo'n griffier daarnaast, dus toevallig ook een vrouw, maak het uit. Dus, ja. All inclusive. Ja, Vera Bergkamp, die gaat natuurlijk weer de mond snoeren en al die dingen. En, super geïrriteerd. En dan gaat zijn stem nog meer omhoog. Dat is niet goud, jongen. En dan moet je zo'n jongen van tevoren goed te eten geven, ook... Als hij een vrouw heeft en met die vrouw gaan praten. Ja, je hebt wel een gladiator in bed, hè? Als het ware, of in huis. Ja, die moet weer de arena in en die moet goed doorvoed zijn. Dus er moet een diëtist moeten bij en er moet een haptonoom moeten bij. En aflopen is er een sauna geboekt, een Forum voor Democratie sauna. En dan krijgt hij dan saté-saus met de bijpassende saté eronder. Geserveerd door multiculturele vrouwen in sarongs. Met een beetje kroephoek erbij, AUB. En een... wat zullen we doen? Een Warsteiner? Of Bietburg? Het is maar wat, hoor. Maar goed, dat is de ene kant van de kritiek. Taalgebruik, lichaamshouding, relaxedheid en duurzaam oppositie voeren. Want dit is morgen niet voorbij. Ik heb de laatste dagen gekeken, een nieuw fenomeen ontdekt. Dat is vrouwenvoetbal. En dan zie je hoe vrouwen heel anders voetballen dan mannen. Zo'n mooie scène. Dan een vrouw die begaat een overtreding. Tegen een andere vrouw van de tegenpartij, een hoedje ballen. En dan blaast de scheidsrechter, die blaast op het fluitje. En dan moet diegene die de overtreding heeft begaan, die moet die bal teruggeven aan degene die op de grond heeft gelegen vanwege de overtreding. Dan neemt diegene, die staat dan op van de grasmat en die loopt de persoon af die haar getackled heeft. Die grijpt die bal uit de handen van die persoon en die wil gewoon, alsjeblieft, hier is de bal. En dan wordt die bal weggegritst, maar dat is niet genoeg. Nee, dan gaan we ook nog een duw geven, zodat die andere speler pouring tegen de gasmat gaat. Hup, gele kaart.
En aan de haren trekken. Dat is ook zoiets. Dat moet je bij het mannenvoetbal eens even proberen. Om een voetballer aan zijn haren te trekken. Maar vrouwen die doen dat. En wij zitten ernaar te kijken. Ik denk, nou, wel lekker een geile wijf is hier. Dus we zijn verder van huis dan wij denken, hoor. En wij kijken met grote schrikogen naar onze overheid. Van, dat meen je niet, dat meen je niet. Die zijn bezig met genocide. Ja, dat zijn ze ook. Maar er zijn heel veel vrouwen ook. Agressievelingen. Al die alleenstaande moeders. Die alleenstaande moeders die zijn verantwoordelijk voor 90% van de jeugdige daklozen. Goed hè, feminisme. Nee, dat heeft ons wat gebracht. Ja, is toch wel leuk hoor, in het straatbeeld. Om al, denk je, van die daklozen hebben. En dan zijn er meestal van die oude mannen. En die sjouwen met zo'n bruine zak over straat. Die zitten een beetje van de daklozen bier te zingen, te suipen. Of whatever. Een beetje opium te gebruiken. Daar in Shanghai of zo, hè. Maar zijn maar bejaarden. Maar je moet toch over die jongeren hebben die daklozen zijn. Nou, daar weten alleenstaande moeders voor. 90% van de dakloze jeugd is van alleenstaande moeders. En hoe ga je dat oplossen? Door Ab Grapperhaus op te sluiten? Dat is het antwoord niet, jongen. Zoals Friedrich Nietzsche zei, God is tot. En dat is een groot probleem. Het beeld van het eeuwige. En dat kan helemaal niet. Je kan geen beeld hebben van het eeuwige. Maar het beeld van het eeuwige. De vrome leugen. Ja, als die wegvalt. Dan gaat iedereen maar gewoon wat doen. Dan is niemand meer van hoger hand gedisciplineerd. En dan doen we gewoon maar wat we zin in hebben. En huppakee, 90% van de dakloze kinderen zijn van alleenstaande moeders. Om maar te zwijgen over de gevangenispopulatie. Je schrikt jezelf helemaal kapot. Maar we hebben wel van die vrouwen. Wij zijn sterk en onafhankelijk met een eigen uitkering. Nou, flikker toch op, joh. Ja, het is mijn uitkering. Die heb ik zelf verdiend. Want ik heb 3 kinderen en geen man. Dus dan hoor ik een uitkering te krijgen. Nou, die heb ik zelf verdiend. Ja. Ik ken een vrouw. Die heb ik leren kennen tijdens... die heb ik leren kennen eerst in de kroeg. In het streetcafé van Arnhem. Best een pittig ding. Leuke oogopslag. Oké. Ja, daar ging ze occupyen. Occupy New York, Occupy Amsterdam. Al over Occupy. Ook Occupy Arnhem. Dus, nou, daar was ik een trouwe gast. Dus elke dag ging ik naar Occupy Arnhem. Dus hier bij de Eusebius Buitensingel. Vlak bij het Willemsplein. En elke dag nam ik mee vaccinelichtjes. Dat hele goedkope dakloze bier. En soms wat wiet. Elke dag. Nou, leerde ik haar ook kennen. Gewoon een beetje praten. En klets, klets, klets. Heeft ze zich daar laten neuken? Ik weet niet of het daar was of dat ze ergens anders seks hebben gehad. Maar laten neuken door een of andere gozer. Die ze niet of nauwelijks kende. En toen is ze zwanger geworden. Ja, die gozer is met de Noorderzon vertrokken. En een jaar later na Occupy was het Koninginnedag, nacht. En dan liep ze over 1:30 s'nachts door het centrum van Arnhem. En overal hoempapa muziek, oetje 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 knal knal. Ja, allemaal dronken mensen.
En liep ze daar doorheen met een kinderwagen en daarin die baby. Ja, jong geleerd is oud gedaan. Maar volgens mij hoor je een baby niet om 12:30 s'nachts door het centrum van Arnhem heen te gaan lopen. Met die baby in de kinderwagen. Van, oh, het is koninginnendag, maar ja, ik wil er eigenlijk wel lekker uit. En ja, ik heb een kind. Nou, weet je wat, neem het kind gewoon mee. Ja, daar gaat het weer in, hè. En toen heeft jeugdzorg dat kind geconfiskeerd, ondergebracht bij een pleeggezin. Toen werd ze chagrijnig, is ze naar Bulgarije vertrokken, dook ze op in Sofia, dat kon je via Facebook zien. En daar heeft ze gewerkt in de prostitutie. Althans, ze werd gezet. Ik heb ook nog een foto van haar gezien op Facebook, dat ze zichzelf fotografeerde met slechts een slipje aan. Nou, echt imponerende tieten heeft ze niet. Maar wel een leuk smoeltje. En ze zat ook daarna, was ze weer terug in Nederland. En zat ze te huilen in het streetcafé aan de bar. Ik mis mijn kind zo. Ik mis mijn kind. Ja, nou, misschien is dat een klein beetje je eigen schuld. He, misschien had ze beter kunnen zeggen van oké, die gozer is er vandoor. Nou, en dan netjes naar de overheid gaan en zeggen, nou, ik ben heel stout geweest. Ik heb me laten palen door iemand die ik niet of nauwelijks ken. En ja, die zag me alleen maar als een lustobject. En voor de rest ben ik ook niet zo'n aangenaam persoon. Nou, dat vind ik dan. En niet op alle fronten, een beetje moeilijk af en toe. Een beetje hysterica. Ja. Nou, ik ben stout geweest. Er zit een kind in mijn buik. Nou, kan ik niet voor zorgen. Kunnen jullie ervoor zorgen? En draag je dat kind uit. Dan baar je dat kind. Dan krijg je nog een kajakje voor de schrik. En dan krijg je een tiet geld mee. En dan laat maar zitten verder. Dan heb je tenminste respect voor dat kind dat jij hebt laten verwekken. Door een onbekende gozer. Een of andere Chad. Want dat was natuurlijk een hele lange man met donker haar. Snap je wel? Ik ken die gozer. Nee, van toen. Ik weet hoe hij eruit ziet. Zag. Nou, goed stel tanden, mooie bos haar en 1,85 meter. Ja, die willen we allemaal, hè. Nee, voorlopig wordt het niet beter. En die maatschappelijke ontwrichting die heeft plaatsgevonden, die is met opzet veroorzaakt door een organisatie. En die organisatie heet de Katholieke Kerk. En dat wat erachter zit. Want de Katholieke Kerk is ook maar een façade. Maar ons wel bekend. En dat is het punt. En als wij niet inzien dat we strijden, of dat er een strijd gevoerd wordt tegen ons, door een organisatie die wij al meer dan 2000 jaar kennen, en al meer dan 2000 jaar hebben wij in het stof gebeten, voor die lui. En nu zouden we gaan winnen? Oeh! Los van het feit dat de Katholieke Kerk, jongen, die hebben de Vietnamoorlog gestart. Die zaten achter de genocide in Rwanda. Die zaten achter de genocide in Kroatië. Die zaten achter Adolf Hitler. Die zaten achter Jozef Stalin. Jozef Stalin is getraind in een Jezuïeten-universiteit toestand. Die heeft de priesteropleiding gevolgd. En toen hadden ze een leukere baan voor hem. Het geldt ook voor Roosevelt of Roosevelt. En Winston Churchill. De hele Tweede Wereldoorlog was georganiseerd door de Katholieke Kerk. En de Katholieke Kerk, de poen van de Katholieke Kerk, die zit in Zwitserland. En daarom was Zwitserland ook neutraal tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want dat is het hoofdkwartier van de hele oorlogsorganisatie. Ja, en dat weet Terry Baudet niet.
En Gideon van Meijeren ook niet. En Freek Jansen ook niet. En Pepijn van Houwelingen ook niet. Of, en dat zou helemaal het erge zijn, ze weten het wel. Maar ze hebben een, ze worden begeleid of zo, door kardinaal Kapersky of zo. Die aanslagen van 11 september, in die dagen was er een kardinaal, die heet ook wel de Amerikaanse paus, en die heette Egan, E-G-A-N, Egan. En die heeft erop toegezien. De Twin Towers. Door dat wat wij die georganiseerde psychopaten noemen, of ik dan, organized psychopathy. Ja, dat is jongen. En heavy hoor. En dat, het, dat partijen, als het, wat was het nou, het CDA en de VVD. Ja, je mag niet samenwerken met het Forum voor Democratie, hè? Want die zijn tegen seksueel kindermisbruik. Dat vinden wij onacceptabel. Dus daar mag je niet mee samenwerken. Want straks wordt er wat gedaan aan het seksuele kindermisbruik. Ik bedoel, 70% van de mondiale kinderporno... 70%, dat is bijna driekwart, die komt uit Nederland... En de partij die dat ter sprake brengt, nou, daar gaan we niet mee samenwerken. En dan weet je gelijk hoe het VVD, hoe de VVD, wat dan, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En de christendemocratische appel. Het christendemocratische appel. Die seksueel kindermisbruik, ja, moet je daar nou over hebben? Het wordt al gezegd dat 70% van de kinderporno die komt uit Nederland en dat vinden we erg genoeg. En laten we er alsjeblieft over ophouden en denk aan onze normen en waarden. Ja, leg toch aan mijn lolly, jongen. Geen respect voor iemand die stemt door de volkspartijen, vaccinatie onder dwang. En met CDA, daar zitten de katholieken in. Zonder meer. En de protestanten, die vertrouw ik ook niet. Want de ChristenUnie, die loopt net zo hard mee. Dus. En ik hou niet van protest, want tegen wat moet je protesteren? Je moet komen met de waarheid. Wie hebben die kinderen geweld aangedaan? En er zitten mensen bij van het ministerie van Justitie. Die worden genoemd. En dat is de reden voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En het Christendemocratisch Appel. En de ChristenUnie. De reden dat die misbruikte mensen. Mensen van het ministerie van Justitie beschuldigen. Dat betekent gelijk al voor de VVD en de CDA en de ChristenUnie van... Oh nee, maar dan gaan we eerst even aan het ministerie van Justitie vragen. En al die getuigenissen die gaan naar het ministerie van Justitie toe. En dan gaat het ministerie van Justitie bepalen of het waar is. Want dat hoort zo. En er mag geen onafhankelijk onderzoek komen. Schande. Schande over Nederland. Schande over ons. Schande over al die alleenstaande moeders. Al die seksbeluste vrouwen. Maar ik hou van seks en de kinderen, nou dat denk ik wel over na. Ik kan altijd nog moord laten plegen. Ik kan het kind laten vermoorden, toch? Het is mijn buik. En in mijn buik mag je moorden wat je wil. Dus als je... dat is gewoon mijn punt, snap je. Dus ik ga lekker op mijn rug. Ik ga lekker van binnen. En ik doe maar lekker wat ik zin in heb. En de gevolgen zijn voor de samenleving.
Want ik ben een sterke en onafhankelijke vrouw en waar is mijn uitkering? Lig me lolly, jongen. Ja, het moest toch een keer gezegd worden. Ik ben niet boos, ben je maar. Ik ben ook geen vliegtuig. Hè? Ik zou niet weten waarom. Ik een vliegtuig zou moeten zijn. Of boos. Ik vind die mensen verachtelijk. Alles wat meeloopt vind ik verachtelijk. Ik heb er geen respect voor. Ik denk, ja, verdorie. Je hebt kinderen van 8, daar werk ik ook mee samen. Die weten ook geen donder. Nou, ik zal je een goed voorbeeld noemen. Ik was met een kindergroepje, als buurtconciërge, dan loop ik mee. En dan gaan die kinderen, die gaan de peuken van straat rapen, die de oude mensen, omdat ze debiel zijn, en ze hebben allemaal Korsakoff, of ze zijn alleenstaande moeder, of ze zijn veroorzaker van alleenstaande moeders, en die mannen heb je ook, hè. Die denk van, er is een mens met een gat erin. Oh, nee, daar ga ik hem even instoppen. En dan wordt het zwanger, en dan lopen ze weg, weet je wel. En dan gooien ze vervolgens die mensen dus, hè, die ouderen, die volwassenen, en ze kunnen neuken, hoor, ze kunnen kinderen veroorzaken, en ze hebben een uitkering, of ze hebben een van de baantje, of zo, bij een autootje. En ze flikkeren hun peuken gewoon op straat. En dan vroeg zo'n kerentje aan mij. Ben jij gevaccineerd? En toen zei ik. Heb ik niet nodig. En ik zei gelijk achteraan, ik ben er niet op tegen. Als mensen zich willen laten inspuiten, dan moeten ze doen. Ik heb het niet nodig. Dus ik heb ook geen helikopter. Dat betekent niet dat ik tegen helikopters ben. Maar ik heb geen helikopter, want ik heb geen helikopter nodig. En dan keek de kereltje, die keek me aan. En die zei, hé, jij denkt heel anders over vaccinatie. Waarop ik herhaalde, dat weet ik niet. Ik heb geen vaccinatie nodig. Dat heeft mijn lichaam niet nodig. Ik rook zoveel tabak en wiet. En ik drink, en als ik dan eet, dan eet ik heel hees. En dan ga ik naar de Bukkertai. De Bachtai of zo. Dan bel ik even via online bestellen, thuis bezorgd. En dan krijgen we toch een partij, de hete meuk, jongen. Er staan de tranen in je ogen. Ja, dat doe ik liever. In plaats van een injectie met een messenger RNA. Maar ja, we gaan even een boodschap in u spuiten. En niemand vraagt, wat is de boodschap? Nou, de boodschap is dat jouw cellen ergens in je lichaam, dat mag een spiercel zijn, dat mag een beencel zijn, dat mag een bloedcel zijn, een witte bloedlichaampje of zo. Je weet niet wat. Maar als die mRNA daar binnenkomt, dan gaat zo'n cel, die gaat giftige spullen maken. Oh ja, maar natuurlijk. Mag ik het ook? Nou, de vraag zou moeten zijn, wat voor een gif? Nou, het is cytotoxine. Giftig voor de celkern. Dat is echt te verschrikkelijk voor woorden. Iedereen een beetje van, ja, met die drugsverslaafden, die lopen zich maar een beetje in te spuiten met heroïne en zo, echt belachelijk. Nou, die heroïne die drugsverslaafden zich laten injecteren, die is totaal voorspelbaar. In de regel, tenzij er te veel waspoeder in zit.
Nou, wat er in een mRNA-dingers-injectie zit, jongen, dat kan je niet eens verzinnen. Je weet niet eens wat mRNA is. Ik ook niet. Ik weet wat het doet en ik denk, oh jee, dat, nee, dat wil ik niet. Ik durf me niet eens te laten injecteren met jonge jenever. Terwijl dat in principe de beste manier is om ontzettend snel dronken te worden. Maar dat vind ik linker soep, jongen. Nee, wij zijn ver van huis. En wat is het probleem? Dan hebben we wat te doen om weer thuis te komen. En God opnieuw te laten leven. In de tijd van Friedrich Nietzsche, toen hij zei, God is tot, dat was niet zijn conclusie over dat God, het wezen van God, de dood is. Nee, het was een maatschappijkritiek. Friedrich Nietzsche zei, samengevat, God is tot, God is dood, en oh jee, dat wordt internationaal communisme. Dat zei Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Jullie kunnen oppassen. Kijk, als je zo op het niveau zit, qua taal, als Friedrich Nietzsche, dan lees je dwars door die Bijbel heen. En wat je nodig hebt, omdat niet iedereen taalkundig is, dat is een verzameling van vrome leugens. Want anders gaan mensen geloven in gemene leugens. En veel mensen interesseert het helemaal geen kut wat er te geloven valt. Ik heb zo'n vriend die heet Wout en die wil deuren afhangen. En wat veranda's aanleggen en een golfplaten erop boren. En die kent ook alle trucjes en dat doe je gewoon zo en dat doe je gewoon zo. En die mensen willen werken, meer niet. Al die mensen, de mensen die willen werken, al die mensen hebben een penis. Ja, niet allemaal, maar 98% heeft een penis en dat wil alleen maar werken. Arbeid mag vrij, neem lieg. Maar op het moment dat God dood is, ja, mensen die in God geloven, ja, zijn een beetje stomme lui. Ja, dat doe ik gewoon zelf niet aan mee, hoor. En waar ga je dan in geloven? In de NASA? Ik zat zo mooi op Facebook. Ik hou van Facebook. Ik ga er nooit meer vanaf. En zonder Facebook, zonder post. Ja, het is altijd heel mooi kort hoor, maar in het Engels, maar het kwam hierop neer. Waarom is er een NASA? Waarom is er een NASA? Een North American Space Agency. Waarom is dat? Nou, dat is omdat ongelovigen, atheïsten, zich toch ergens aan vast willen klampen. Ja, ik weet niet of God bestaat,
Maar we zijn wel naar de maan gegaan. We zijn helemaal niet naar de maan gegaan. Waarom zouden we dat doen? Waarom zouden we dat willen? En wat heeft het opgeleverd? Helemaal niks. Nada, zilch, nothing. Dat is een mooie vraag voor een kroegquiz, hè? En gaat als volgt. Wetenschap bestaat uit empirie, de waarneming. En op basis van empirie stel je een model op. Nou, Isaac Newton, die is daarmee aan de gang gegaan en die kwam met het begrip de wet van de aantrekkingskracht. Daar is over gelachen, jongen. Yo, als ik in de kroeg sta en dan komt een lekkere blonde bitch komt er binnen. Nou, dan zie ik die twee tieten en dan zie ik de kontje. En dan gaat ze nog even bukken, want ze heeft het tasje laten vallen. En ik, wow, en dan voel ik me aangetrokken, jongen. Wat hebben ze Isaac Newton lopen afzeiken, hè? Nou, dat weet je waarschijnlijk niet, maar ik weet het wel. Het heet een model. Nou, en op basis van het model hebben ze voorspeld dat de zwaartekracht op de maan 1/6 zou zijn van de zwaartekracht hier op aarde. Nou, de zwaartekracht hier op aarde is geen eenheidsgetal, want rondom de evenaar is die een stuk lager, zoveel cijfers achter de komma, als op de Noordpool of Zuidpool. Want op de Noordpool of Zuidpool is die een stuk hoger. Dus de zwaartekracht hier op aarde die varieert tussen 9, of punt 82 ongeveer en de 9.78. Dus onze aarde is niet perfect rond. Onze aarde is meer als een sinaasappel. En waarbij de Noordpool dat kroontje is. Dus de aarde is geen bol. Nee, het is een sinaasappel. Anders kunnen wij niet verklaren dat de zwaartekracht verschilt. Dat zijn modelmatige dingen. En hebben ze op basis daarvan voorspeld. Nou, de zwaartekracht op de maan is 1/6 van hier op aarde. Ja, 1/6 van 9.82 over 9.78. Een zesde van wat? Ja, en dan is de vraag, natuurlijk snap je dat, je gaat op basis van het feit dat het de zwaartekracht 1/6 is. Nou, dan weet je het wel te verzinnen, dan heb je, als het maar 1/6 is, dan kan je makkelijk terughoppen. Nou, dat is ook niet zo, hè. Zo, ja, dat is ook niet zo, hè. En in elk geval, dat zou natuurlijk erg interessant zijn, maar... Dat je in de maanlandingsmodule, dat je daar een element hebt, en dat is dat weegt precies 100 gram. En dan moet je dan meten, ja, rond de evenaar, zeg maar. Rond de evenaar, of ik zou de evenaar kiezen, maar in plaats van de Noordpool, dan moet je daar gaan meten. Maar. En naar de evenaar toe. En daar is de zwaartekracht 9.78, dacht ik. Ja, en dan meet je hem, als hij dan 100 gram is. Ja, en dan heb je dat elementje, dat moet de een of andere handen gebouwd of zo, of een hendeltje, maakt niet uit wat. Want ja, je hebt maar zoveel kilo mee te nemen, hè? Dus je moet zuinig zijn. Maar heb je één ding, daarvan weet je, van ja, die is gekalibreerd, die is precies 100 gram op de evenaar. En dan eventjes het gewicht meten op de maan. Nou, met hoeveel decimalen is het gewicht van een standaard object, standaard massa, op de maan gemeten? Op hoeveel decimalen? Weet jij het antwoord?
En de vraag is dan ook, toen de daadwerkelijke empirische zwaartekracht, want dat de zwaartekracht op de maan 1/6 zal zijn van de zwaartekracht op de aarde. Ja, welke zwaartekracht? Rond evenaar, rond de Noordpool, maar rond de, laten we even in het midden. Maar de gemiddelde zwaartekracht, dat is 9,8 meter per seconde kwadraat. Dus 9,8 meter per seconde, tussen haakjes, per seconde. Ja, dat is het model. En dan doe je de feitelijke meting. En ja, is dat... Ja, op hoeveel decimalen heb je empirisch gemeten? Het antwoord is... Er is geen empirische meting gedaan. Dit soort dingen heten theater. En dat is het theater waartegen een partij zoals het Forum voor Democratie strijdt. In mijn optiek, hè, en niet op alle fronten even, het is allemaal te verbeteren. En dat het te verbeteren is, is een positieve kritiek. Want het CDA, daar kan jankend naar huis, wat mij betreft. En de VVD en de ChristenUnie, ja, flikker op. Om er maar te zwijgen over de Partij van de Arbeid. Stelletje bedriegers. Femke Halsema, waar is die van? Oh, je GroenLinks, dat is er ook zo mee. En D66. Wat deed je dan? Wat ik deed? Wat ik deed, hè? Ik deed sissis. Ja, ik deed het, sissis. Volksverraders, landsverraders, dat zijn het. Niet te verbeteren, afvoeren. Afvoeren uit onze gedachten. En laat ons druk maken over het feit dat onze kinderen niet kunnen koken. Of kan jouw kind koken? Maar zo. Zie je wel? Je moet het publiek pakken waar het pijn doet. Doei.